Kati Piri, ze is geboren in Hongarije en opgegroeid in Utrecht. Ze leerde pas Nederlands op haar vierde, want thuis werd er Hongaars gesproken. Ik vind het hartstikke fijn dat je er bent en we kijken uit naar je verhaal. Vrijheid is niet iets vanzelfsprekends. En ook in de huidige tijd zijn er bedreigingen van de vrijheid en is er het gevaar van de autoritaire verleiding. In de Verenigde Staten is een man tot president gekozen die naast het etiket egocentrisch toch ook zeker als autoritair kan worden bestempeld. En juist op deze dag moeten we herinneren dat we nooit onverschillig mogen zijn. Dank u wel. Je hebt gekozen voor het Europees Parlement. Wat is het verschil tussen landelijk en Europees? En je maakt natuurlijk wetgeving voor 500 miljoen Europeanen. Het is soms een veel trager proces dan in Den Haag, maar ik denk niet minder belangrijk. Je hebt te maken met, je zegt het al even, 28 landen, binnenkort 27. Betekent dat dat je ook met al die partijen overleggen moet en met hen tot overeenstemming kunt en moet komen? Ja, bijna onmogelijke taak toch? 751 parlementariërs. Wij zijn daar als Partij van de Arbeid, zijn we lid van de Sociaal-Democratische fractie. Dus wij zitten niet met andere Nederlanders in één fractie, maar juist met mensen met dezelfde ideologie. Uit andere buurlanden, zoals bijvoorbeeld de Duitse Sociaal-Democraten of de Zweedse Sociaal-Democraten. We zijn met 155 Sociaal-Democraten, dus niet alleen die 6 PvdA'ers, proberen wij natuurlijk de belofte die wij hebben gedaan met verkiezingen om mensen meer bescherming te bieden, om voor hen ook in Europa die beschermlaag te bieden, wat je soms op het nationale niveau niet kunt regelen. Daar proberen we met elkaar overeenstemming over te vinden. En het zal u verbazen, maar dat lukt best wel vaak. Oké, tot zover de astronomische mensenrubriek. Voor de zwaar inhoudelijke vragen, wie durft zijn hand daarvoor op te steken? Of meer amusement mag ook hoor. Oké. Een enorm grote rol. Hoe gaan wij daar in deze regio van kunnen profiteren en ook als partij van kunnen profiteren? Wij roepen al sancties bij dat soort landen niet. En bij Rusland wel. De Russische cultuur is fantastisch. De Russische geschiedenis, ik lees er altijd met heel veel plezier over. Ik ben heel erg blij dat ik niet onder Poetin hoef te leven. En ik denk heel veel Russen met mij. Maar ik denk dat wij delen dat het antwoord natuurlijk niet is om nog meer haat en nog meer wapen te krijgen.